Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Hielke Bouwmeester en ik ga jullie nu een paar dagen meenemen in mijn leven. Aangezien er corona is, is er nu niet heel veel te doen. Ik mag niet naar buiten, ik kan ook niet naar buiten. Alleen als ik de hond uitlaat of een paar boodschappen doe. Dus ik ga zo eventjes wat vrienden appen. Kijken hoe bij hun het zit. Vrienden uit andere landen, vrienden uit Drenthe. Kunnen jullie eventjes laten zien wat ze heeft gezegd? Goedemiddag, Lucas. Het is avond, maar goedemiddag. Hoe gaat het nu bij jou in Friesland met het corona gebeuren? Ik denk eigenlijk precies hetzelfde als in Emmen. En aangezien jij in het examenjaar zit, hoe gaat het in het examenjaar er nu aan toe? Ja, examens worden geskipt. Dus het wordt bepaald van je schoolcijfers en ik sta overal voldoende op. Dus ik heb eigenlijk zomervakantie vanaf vandaag. Aangezien je in Texel woont, dat Texel een eiland is, ben ik benieuwd hoe het bij jou is nu er corona is in het vaste Nederland. Ja, er is wel corona, maar niet heel veel. Ja. En mogen jullie nog wel je huis uit of iets? Ja, dat wel, maar we mogen niet met veel mensen. Ik heb een vraag. Hoe is het nu bij jou in Brabant door corona? Nou, alles is dicht, dus je kunt niet echt heel veel doen. Ik heb voorgesteld om vandaag te gaan eten koken. Dus wat ik ga maken is heerlijke curryworst met worst. En met lekkere, hoe heet ze? Aardappelkroketjes. Aardappelkroketjes. Ik moet dus ook met de hond lopen. Mijn moeder die wil het ook niet elke dag doen. Dus let's go. Mama, vertel, wat doe jij? Ik werk aan het Atlas Theater aan de front office. Voor mij is er op dit moment helemaal geen werk. Ik ben dus thuis. En wij vervelen ons af en toe een beetje. En denk jij dat als corona voorbij is, dat alles weer open gaat, dat het Atlas Theater dan ook gewoon weer net zo gaat werken als voorheen? Of duurt dat nog eventjes? Nou, dat hoop ik wel, Hielke. Ja. Family time mag er ook zijn. Dus ik ga lekker een potje halligalli spelen met mijn moeder. Dus